Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Vaco Games Reloaded. En jongens, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zit ondertussen nog steeds na te shaken na ons epische gevecht met de Wither van gisteren. Al moet ik wel zeggen, het geeft de burger moed. Als ik de Wither kan verslaan, dan is dat natuurlijk een mooi voorteken ten opzichte van de Ender Dragon. Ik denk zomaar dat ik best wel een kansje heb tegen dat grote vliegende beest, als ik mijn focus er maar op weet te houden. Dat is natuurlijk tegen de Wither wel redelijk gelukt. Ik heb mijn focus weten te behouden en daardoor hebben we van de Wither kunnen winnen. En we hebben natuurlijk ook een paar mooie cadeautjes van de Wither gekregen. Nou heb ik als eerste natuurlijk het allerbelangrijkste, dit ding, kijk eens eventjes, de Nether Star. Die wil ik zo meteen gaan gebruiken. Maar ik kwam er in mijn inventory achter dat ik ook nog een Wither Rose van dat ding gekregen heb. Nou weet ik totaal niet wat een Wither Rose is. Ik denk dat die redelijk zeldzaam is, want ik heb nog nooit van het item gehoord. En ik heb er maar één, dus waarschijnlijk is het best een zeldzaam ding. Kunnen jullie me eens eventjes laten weten, jongens, wat is een Wither Rose en wat kan ik precies met dat ding? Ik weet wel wat ik met een Nether Star kan. Met een Nether Star kan ik een beacon maken. En dat wil ik eigenlijk vandaag gaan doen, want ik heb een klein beetje door de advancements heen zitten te bladeren. En dan kwam ik erachter dat er een advancement is waarbij je een beacon moet maken en er eentje moet plaatsen. Nou denk ik dat dat wel redelijk simpel te doen is, maar toen kwam ik er ook nog achter dat er ook nog een Beaconator advancement is, waarbij je een beacon naar full power moet krijgen. En nou heb ik een klein beetje rond zitten kijken over hoe dat precies werkt met beacons. En toen kwam ik erachter dat je dan heel erg veel verschillende materialen moet hebben. Je moet heel erg veel mineralen hebben om dat voor elkaar te krijgen. Nou weet ik niet of dat ik genoeg ga hebben, dus we gaan gewoon eens eventjes kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. En als we dat voor elkaar krijgen, dan hebben we gewoon zo meteen een full power beacon. Dat zou het allermooiste zijn. Nou weet ik totaal niet wat je precies met een beacon kan, dus dat mogen jullie me ook vertellen. Maar ik weet wel dat het episch is en daarom wil ik hem hebben. Dus, wat hebben we daarvoor nodig? Voor een beacon. Voor een beacon heeft men nodig, let op hè, 3 obsidian. 1, 2, 3. Had ze vlot zaadje idee. We hebben nodig wat glas. Volgens mij 5 stuks. 1, 2, 3, 4, 5. Hartstikke do. En we hebben nodig onze Nether Star. Super zeldzaam item. Maar goed, hey, we hebben hem en we moeten hem gebruiken. Want als we hem niet gebruiken, dan hebben we er natuurlijk helemaal niks aan. Laten we eens even kijken. Je moet dan 3 obsidian onderop doen. Dan moet je glas in een soort koepeltje doen. En dan de Nether Star in het midden geeft ons een beacon. Haatse vlot, zaatse idee. Eerste keer in mijn hele Minecraft carrière dat ik op een legit manier een beacon gebouwd heb. Ik vind dat een like waard, jongens. Smash jullie met z'n allen even een like op die video als je dat nog niet gedaan hebt. Vervolgens moeten we heel erg veel blokken hebben. Blokken iron, blokken diamond, blokken emerald en blokken goud. Waarom hoor ik muziek? Dat is niet de bedoeling. Snap wat verdorie. Muziek, je stoort me. Muziek, hartstikke idee. Zo, kappen met die muziek. Ik regel mijn eigen muziek wel. Jongen, jongen, jongen. Daar moeten we 4 verschillende lagen voor hebben. En nou weet ik niet of ik voldoende heb. Dus ik neem gewoon ook een beetje dirt mee. Want ik heb wel een heel mooi plekje waar we eventueel een beacon kunnen bouwen. Laten we eens eventjes gaan koekeloeren of dat ook een beetje een acceptabel plekje is. Want als ik iets in mijn hoofd heb, wil natuurlijk niet zeggen dat het ook per se helemaal perfect is. Het wordt donker. Lekker bezig, Vaco. Oké, nou wacht. Dan stellen we dat heel even 5 seconden uit. Ga ik eerst even slapen. En dan kunnen we in de tussentijd... Wacht eventjes. Volgens mij heb ik ook nog in mijn oven... Het is echt even totaal random en dat heeft hier niks mee te maken. Maar volgens mij heb ik hier nog ergens... Kijk, aardappels. Hoppakee. Dat is gezond. Lekker aardappeltjes. Nam, 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 nam. Ik moet trouwens ook, bedacht ik me net, voordat ik aan de fight met de Ender Dragon begin, moet ik ook echt wel even een betere voedselvoorraad aanleggen. Want ik heb natuurlijk nog een paar gebakken speklapjes. Ik heb een paar stukken vlees. Maar dat is het. En ik heb wel zo'n donkerbruin vermoeden dat ik heel erg veel nodig ga hebben. Ik zie de zon. De zon gaat onder. Lekker bezig. Vaco gaat zijn bedje in. En dan gaan we, als we weer dag hebben, hartstikke idee, dutje dicht, gaan we op zoek naar een mooie plek voor de beacon. En ik weet een mooie plek, namelijk verderop in het meertje. Dat meertje, dat ligt er al een hele tijd en elke keer denk ik, moet ik niet iets met dat meertje? Ik vind het een prachtige plek voor een beacon. Want het schijnt zo te zijn, en verbeter me vooral als ik het mis heb, dat een beacon je bepaalde effecten geeft in de wereld. En nou zijn die effecten volgens mij niet echt heel nuttig. Misschien heb ik dat helemaal mis en gaan jullie me nu gigantisch hard verbeteren. Maar ik weet niet of dat die effecten nou echt daadwerkelijk zo nuttig zijn. Kijk, hier hebben we een mooi meertje. En in dat meertje kunnen we natuurlijk precies in het midden een prachtig mooi klein eilandje aanleggen. En daar kunnen we een beacon op bouwen. Dus we gaan even kijken. We pakken wel even een paar standaard grasblokken. Hoppakee. En dan moet ik er eentje van 11 breed bouwen.
Want de beacon die moet 9 bij 9 zijn uiteindelijk, de onderkant. Dus ik moet er 11 hebben. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ik vind het mooi. Dan doen we dat deze kant ook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan deze kant op. Dan zeggen we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Heb ik een echt serieus fout geteld? Het is moeilijk hoor, tot 11 tellen. Jongen, jongen, jongen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oké, ik heb dus oprecht fout geteld. Knap hoor, Vaco. Meester Lars in de rol. Hoppakee, zo. Lekker allemaal in het midden. Oh, mis is niet goed. Dat moet niet zo. Dan kan ik ook eindelijk deze dirtblokjes eindelijk eens een keertje gebruiken. Want die dirtblokjes met gras liggen echt al tijden in die kist te rotten. En er is nooit een nuttig iets, omdat ik nooit eens een keertje ergens gras hoef te kweken. Maar natuurlijk, op deze manier gaat het wel heel makkelijk. Als ik ze gewoon allemaal langs de rand met gras doe, dan groeit de rest vanzelf ook met gras. Vullen we dit even keurig netjes op. Ik zeg hartstikke vlot, hartstikke idee. Deze kant ook. Zo. Hoppakee. Oh, bijna goed. Oh, nee, bijna goed, Vaco. Bijna goed. Zo, hoppakee. Deze kant op. 1, 2, 3, 3, 3. Zo, echt een Nederlander, hè. We polderen gewoon de wereld in. Oh, die niet. Deze wel. Dirt, 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 dirt. En dan dirt, 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 dirt. Mooi hoor, Vaco. Wat een mooi eilandje. Oké, eilandje hebben we. Ik weet niet of dat dit de definitieve versie is, maar het is een eilandje. It's something. En dan moeten we nu op de onderste verdieping, moeten we 9 bij 9 aan blokken doen. En dat moeten of blokken iron, of blokken diamond, of blokken emerald, of blokken goud zijn. Nou heb ik op zich wel een redelijke verzameling aan iron. Nou heb ik ze niet allemaal geteld. Dus we gaan het gewoon proberen. Ik kan niet een full iron beacon maken. Dat gaat me niet lukken. Daar heb ik gewoon simpelweg te weinig voor. Maar we kunnen wel een beginnetje maken. Dus ik zeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, plus die is 9, toch? Ja. En dan die. 9. Mooi. Oké. Okay. 9 bij 9 is bij mijn geweldige tafelkennis 81. En dat betekent dat ik in ieder geval voldoende ironblokken heb om de onderkant helemaal te doen. Volgens mij heeft Minecraft een update gehad. Ik zit nou potverdorie ook met een autojump. Ga weg met die autojump, man. Ga lekker zelf thuis uitlopen autojumpen. Jongen, 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 jongen. Oh, fakkeltje. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik heb er meer nodig dan ik in eerste instantie dacht. Hoppakee. Zo. Dat is die, dat is die, dat is die. Oké, okay, dat is de onderste laag. Onderste laag is done. Nou moeten we dus 7 bij 7 doen. Dus dan moeten we 49 hebben. 49. Oké, okay, dan gaan we die erbij optellen. Plus die. Dat is 57. Dan zou ik een voldoende moeten hebben. Dus dan zeggen we die. Oh, blokken worden onzichtbaar. Het wordt steeds mooier. Het wordt steeds mooier in deze wereld. Plaats. Oh, daar zijn ze weer. Plaats onzichtbare blokken, Vaco. Goed bezig. Hoppakee, zo. Oh, weet je, dat kan ik trouwens veel beter anders doen. Wacht even, pak even mijn pickaxe er weer bij. Let op, dat doen we even anders. Want ik heb natuurlijk 34 goudblokken. Dan is het natuurlijk veel mooier als ik de buitenrand met goudblokken doe. Dat is veel toffer. En dan kan ik die binnenkant opvullen met relatief waardeloze ironblokken. Dat ziet er veel beter uit. Dan zeggen we, doen we die helemaal zo. Want volgens mij kan dit. Als je het op deze manier zo aanpakt, dan zou het moeten werken. Als ik het grote boze internet mag geloven. Hoppakee. Kijk, dan vullen we dit zo mooi op. Hoppatee. Boom, boom, boom. Oh, bijna goed. Die. En dan hebben we nog een paar extra blokken over. Hoppakee. Dan zeggen we, doen we die. Dan doen we 1, 2, die. En dan hebben we de tweede laag gehad. Dan moeten we de derde laag doen. En de derde laag is 5 bij 5, oftewel 25. Ga ik dat redden? Nee, want ik heb 5 van die, 15 van die en 1 van die. Dus ik kom er sowieso 4 tekort. Maar we doen gewoon een paar diamondblokken aan deze kant. Zo, hoppakee. Die kant op, zo. En aan deze kant op, zo, hoppakee. En dan doen we hier maar even eentje van. Van goud, I guess, zo. En dan doen we er eentje van emerald in het midden. Zo, een paar emeralds, zo. Of, nee, wacht, dat kunnen we veel beter doen. We moeten eigenlijk nu een aantal van deze blokken zien te fixen. Wacht eventjes, doen we even tijdelijk zo. Ik weet dat dat niet werkt, maar dan kunnen we even zo doen, hoppakee. Dan wordt die rand wordt van emerald. Nou, dan hebben we toch best wel een redelijk beacon ding, toch? Hoppakee, ik weet dat ik dit nog op moet vullen. Dus dan kunnen we die en die kunnen we even zo doen. Dan moet ik eigenlijk
nu wat extra shizzle hebben. Hoe gaan we dat nou op een mooie manier doen? Ik kan natuurlijk... Want waar ga ik nou zo gauw extra van die blokken vandaan halen? Dat wordt best wel een klus om dat te doen. Hoeveel hebben we daarvoor nodig? Wacht eventjes. Stel je voor dat ik dit nou op wil vullen. Met iron. Dan moet ik nog 3 bij 3 is 9. 9 keer 9 is 81 iron. Moet ik dan nog ergens vandaan halen. 81 iron en dan deze nog en dan de beacon. Dus ik moet nog 81 iron. Oké. Iron. Hoe ga ik nou weer... Het ziet er wel leuk uit. Hoe ga ik nou 81 iron ergens vandaan zien te toveren? Dat zou ik kunnen doen door op avontuur onder de grond te gaan en dan proberen om zoveel mogelijk iron te vinden. In principe is dat niet zo'n hele grote klus, 81 iron bij elkaar weten te verzamelen, toch? Dat zou relatief simpel moeten gaan. Heb ik hier nog ergens iets? We kunnen ook een beacon van Netherite maken. Als je het jezelf helemaal totaal onmogelijk wil maken, dan kan je dat doen. Heb ik misschien nog ergens wat over, wat ik niet gezien heb? Kijk, hier bijvoorbeeld gold nuggets. Kijk, die heb ik gewoon niet gezien. Dat is zonde. Om die gold nuggets niet te gebruiken. Dus laten we die gold nuggets ook omzetten in goudstaven. Kijk, hier heb je ook nog goud. Hoppakee. 64 van deze. Bam. Kijk, dat is toch weer één blok extra. Het is niet veel, maar het is er eentje. Dus doen we zo. Hoppatee. Gold blok. Dan hebben we hier een blok, daar een blok. Hebben we bijna twee blokken. Zit hier misschien nog ergens iets in? Dat zal wel echt enorm veel mazzel zijn. Als dat nou niet zo is, dan ga ik morgen op avontuur onder de grond. En dan gaan we morgen proberen om gewoon 81 iron te vinden. Oh, dat is niet waar. 77. Want dan heb ik hier nog 4. 76. Want dan heb ik hier nog eentje. Nou, zie je, dat valt allemaal best wel mee. Hoppatee. Die er nog eventjes bij. Nou, laten we dat eens eventjes voor elkaar boksen. Ik stop eventjes tijdelijk in deze kist. Alles wat ik nodig heb. Een beacon. Blok of goud stop ik eventjes tijdelijk hierin. Zo, hoppakee. Iron erbij, allemaal niet nodig. Die nemen we mee, die nemen we mee. Ik moet wel mijn fortune pickaxe dan erbij hebben. Waar is mijn fortune pickaxe? I need a fortune pickaxe als ik op avontuur ga. Oeh, jeetje. Auw. Misschien kan ik die beter even repareren. Want als ik onder de grond ga, dan heb ik natuurlijk wel fortune nodig, hè. Dat schiet tenminste op. Too expensive. Oh, als ik er eentje doe. Hoe bedoel je te duur? Ik betaal je in pure diamanten, vriend. Moet ik nou echt serieus een nieuwe pickaxe gaan fixen met Fortune? Arjo, maak een grapje met me. Dat zal wel heel erg lullig zijn. Nou ja, weet je wat ik doe? Ik neem gewoon deze pickaxe mee. Efficiency en Unbreaking. En als ik dan Iron tegenkom, dan pak ik hem met mijn Fortune pickaxe. Is dat een goed plan? Ik ga dat voor elkaar boksen met jullie met z'n allen. Voor nu wil ik jullie dan even ontzettend bedanken voor het kijken. En we hebben gewoon een plan voor morgen. Dat is goed. Als je een plan hebt, dan loopt je leven op orde, als je dat aan mij vraagt. Hé, hey, jongens, als jullie dus met z'n allen even die like knallen, dan gaan we zien. Morgen hebben we nog ongeveer 80 iron nodig. En dan zouden we genoeg moeten hebben voor een full power beacon. Dat is ons doel voor nu. Ontzettend bedankt voor het kijken. Ontzettend bedankt voor het liken. Abonneer op Vaco Games Reloaded als je dat nog niet gedaan hebt. En hopelijk tot morgen. Mazzel!